We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 30 september. In de avond en nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich op sommige plaatsen mogelijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen blijft het droog weerbeeld aanhouden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 30 september de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 37 graden Celsius.